Hey, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een mega summer shoplog in samenwerking met Naked & Chiquel. Ik ga op vakantie, ik heb zoveel leuke items nodig, dus be ready. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Vergeet zeker niet op die rode abonneerknop te klikken. En laten we dan maar snel gaan beginnen. Oké, laten we lekker beginnen met de mega summer shoplog. Ja, ik ga binnenkort op vakantie. Ik denk velen van jullie ook wel. En anders ga je lekker vakantie houden in Nederland. Dus we need some jurkjes, topjes, broekjes. We hebben het allemaal nodig. Dus ik ga jullie vandaag vet leuke items laten zien van Naked & Chiquel. En ik ben echt super excited. Ik ben heel benieuwd hoe alles valt en hoe alles gaat staan. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet alles een blauw duimpje omhoog te geven. Support your girl en doe de duim omhoog. Vergeet dus ook niet op mijn kanaal te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats en hoef je nooit meer een video te missen. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op Instagram. Wil je me nou nog meer stalken? Weet je, lekker doen. Ik deel het allemaal op Insta. Ik vraag je ook heel vaak dingen of leuke stickertabs of vragen of this or that of... Natuurlijk heb ik geen leuke shoplog zonder het geven van een kortingscode. Bij Naked loopt er nu een sale en met mijn kortingscode krijg je korting bovenop de sale. Dus je krijgt en een saleprijs en daarbovenop 20% korting. Met de kortingscode zagen voor 20. Dus ja, dit is echt super ziek. Ja, wil je nou wat bij Naked kopen? Ze hebben echt vet leuke zomerdingen. Check it out en koop lekker goedkoop. Naked is natuurlijk wat duurder, maar ja, het is ook veel betere kwaliteit. Dus ja, koop het lekker in de sale. Kortingscodetje, hup, hoi, helemaal top. En bij Chiquel heb ik ook een kortingscode. Deze zijn alleen niet geldig op de sale items, maar wel verder op alles. En dat is Sarah20. En dan krijg je ook 20% korting. 20% is toch wel even een lekker kortingtje die eraf gaat. Dus ja, vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Oeh, oké, dan pakken we de zak. Ik heb van Naked een mega grote zak. Ik ben echt super benieuwd hoe alles gaat staan en hoe alles gaat zijn. Dus laten we maar zo gaan uitpakken. Als eerst zie ik hier high-waist jaguar short. Dit is een short. Ik heb dit in de maat M. En dit is dus een wittig beige crème broekje. Lekker stofje. Ik denk dat dit echt heerlijk zit. Het is een beetje, ja, ik weet niet hoe je het kan noemen. Ik vind het wel echt leuk. Ik ben benieuwd hoe het staat. Oh, dit is echt een ontzettend leuk broekje. Hij is lekker high-waist. Dat vind ik top. Heel erg leuk. Ik heb hem dus in de maat M. Nou, ik heb meestal wel maat M. Dus de maat valt wel eigenlijk gewoon goed. Hij zit wel gewoon lekker los, ruim. Heerlijk in te bewegen. Volgens mij schijnt hij dus niet door. Dat is ook wat chill. Ja. Heel erg leuk broekje, lekker voor de zomer, heerlijk te combineren ook. Toppetje. Oké, dan een topje in de maat S. Ik vind hem eigenlijk best wel, heb ik in de maat S? Ja, ik vind het eigenlijk best wel, hij is best wel een soort groot. Hij ziet er groot uit voor een maat S. Kijk, best wel groot of zo. Wel heel erg leuk kleurtje. Beige. Ik vind het soort topjes echt vet leuk. Die zie je echt vaak. Maar ik vind het wat leuker als hij wat strakker is. En hij ziet er best wel een soort lossig uit. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het zit. Oké, dit is de top. Hij is inderdaad, ja, best wel groot. En hij schijnt ook een beetje door, zoals je ziet. Ik zou het leuker vinden als zo'n topje, zeg maar, een beetje zo rond deze lengte zitten. Dus ja, op dat gebied is hij best wel een soort lang. Dus dan moet je hem echt in je broekje doen. Maar ja, op zich vind ik dit ook wel gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel, wel lekker zomers, gewoon een simpel topje wat je echt op alles kan combineren. Dus wat dat gaat, chill. Gewoon lekker simpel. Maar ik zou zelf persoonlijk een maatje kleiner bestellen. Ik vind de S best wel een soort, ja, ruim zitten, zeg maar. Dus ja, ik zou hiervan een maatje kleiner doen. Ik denk dat hij dan net wat mooier zit. Mijn haar is echt ontploft, by the way. Dan heb ik hier, deze zit los in de tas, een vet leuke strandtas. Ik zie deze rieten strandtassen zoveel van dit soort tasjes. En I love it. Hij is echt ongelooflijk ruim. En ik ga dus over 2 weken naar Zakynthos met Stan. Als deze video online komt, er komen super leuke Zakynthos vlogs aan, daar niet van.
En daarvoor heb ik dus een super leuke tas. Ja, hier kun je gewoon lekker je handdoeken in doen, je spullen, heerlijk ruim. En ik vond deze echt vet, vet leuk. Super leuk voor de beach. Oh, kijk, deze tas staat zo leuk met deze beige tinten. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Dit staat echt vet, vet, fabulous bij elkaar. Dan heb ik hier, oh ja, heb ik hier wel een lange broek, maar in een beige kleur. Dat is toch wel zomers. Je hebt vaak zat in de zomer ook wat koudere dagen tussen zitten. En dan vind ik het altijd wel leuk om dan dat een beetje met een beige broek te combineren. Ik heb deze in de maat 38. Ik heb meestal allemaal maat 38 van Naked. En ja, dit is een beige broek. Hij loopt een beetje wijd uit bij de pijpen. Maar heel erg leuk. Ik ga deze even aandoen. Oké, ik heb de broek aan. De maat is ja goed. Ik kan echt niet een maat 36. Want ja, kijk, hier is het dus gewoon echt te ruim. En dit heb ik zo vaak met broeken. Maar ik moet dan dus of een riem of hem even laten inmaken. Maar verder zit hij echt perfect, want ik heb het echt bij mijn heupen nodig. Ik vind het verder wel echt een superleuke broek. Je ziet alleen... Wacht even, misschien eens even staan. Kijk. Dit is de onderkant van de broek. Hij loopt wijd uit, maar ik vind dit echt super, super leuk. Met sneakers eronder of een hakje. Ja, ik vind het echt een vet leuke broek voor de zomer. Echt een zomerse kleur. Ja, maar ja, zo is het dus eigenlijk bij elke broek bij mij zit. Is het aan de bovenkant altijd een beetje wijd. Maar ja, dit is wel eenmaal mijn probleem. Dus, heb jij dit probleem ook? En heb jij echt een goede broek gevonden waar je dit niet hebt? Let me know. Maar voor de rest, ja, is het wel echt een superleuke broek. Ik vind de kleur heel leuk. Alleen moet ik er dus wel echt even een riem bij aandoen. Maar hij zit verder wel heel mooi. Ik vind het echt heel erg leuk, ja. Door naar het volgende heb ik hier een wit jurkje. En deze heb ik ook in maat 38. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat vallen, want het zag er een beetje apart uit. Maar daarom vond ik het juist wel een soort leuk of zo. Ik heb deze ook in de maat 38 en hij heeft heel erg pofmouwen. En dit kan of een ziekenhuisjurk lijken of het is echt super schattig voor op het strand. Ja, dit is dus het jurkje. Hij is echt mega oversized. Maar ik weet niet, ik vond het zo leuk op die model staan. En ik dacht, dit is echt vet leuk om lekker in de avond over je bikini of zo heen te doen. Of einde van de middag, zeg maar. Lekker op het strand. Ja, ik weet niet. Ik vond het wel wat hebben. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe het staat. Oké, hij is aan. Ik weet niet. Ik heb een beetje mixed feelings. Op zich kan het wel cute zijn. Maar ja, het wordt wel heel gauw een soort ziekenhuisjurk of zo, weet je wel. Dat ik echt een ziekenhuispatiënt ben. Maar op zich, ja, ik vind het eigenlijk wel gewoon heerlijk luchtig. Over het strand en je gaat even ergens een drankje doen of zo. Alleen die mouwen die zijn wel een beetje heel erg heftig. Maar weet je, aan de andere kant ben ik ook wel echt een heftig persoon. De maat vind ik trouwens wel gewoon goed. Maat 38, helemaal top. Ja, ik weet niet, wat vinden jullie? Het is niet stom. Het is niet dat ik denk, dit ga ik niet dragen. Maar het is, op het model vond ik wat iets leuks staan. Dat is het gewoon. Maar ja, weet je dat ook weer toch? Alright, dan zie ik hier een doos. En dit zijn, als het goed is, schoenen. Oh nee. Oh, ik had zo leuke hakjes besteld. Oh, ja. Dit is helemaal mijn ding. Ik heb in maat 39. Oh, dit is echt amazing. Ja, dit is echt... Hier ben ik verliefd op. Ik vind deze hakjes zo ontzettend leuk. En ze zijn echt met alles te combineren. Met een jurkje, met een broek. En ze zijn zo laag dat je er wel gewoon op kan lopen. Ik bedoel, je kan hier gewoon makkelijk mee lekker uit eten of zo. En je gaat niet helemaal dood. Ja, ik vind de maat top. Ik heb zelf in Nederland maat 38. Dus ik heb op Naked nu dus een maatje groter. Ja. Dit wil je.
super, super schattig. Heel erg simpel hakje, maar wel gewoon super cute. Zou ik het onder deze jurk dragen? Nou, kan, zou kunnen. Dit draag ik het liefst elke dag, zulke soort hakjes. Ik vind het echt heel erg leuk. Trouwens, Naked heeft echt niet normaal veel leuke hakken. En echt deze soort hakken. Vet, vet leuk. I love it. Ik ben helemaal verliefd. Dan heb ik hier een super leuk zomerjurkje. Kijk dan. En deze heeft dus een open rug. Dus ik ga deze zonder BH aandoen. Dit is een groen stippeljurkje. Vet cute. En het is volgens mij een broekpakjurkje. Dus je hebt hieronder... hoef je zeg maar niet druk te maken dat je je bont ziet. Dat vind ik altijd heel chill. En van achter is je dus helemaal open. Ontzettend schattig. En deze heb ik ook in maat 38. Oh ja, ik ben hier helemaal verliefd op. Oh, dat voelt als zo'n zacht stofje. Dit is echt... Oh, dit is heerlijk. Oh my god, dit is tot nu toe echt mijn favoriete item. Oh, dit is zo leuk. Dit is zo leuk voor op vakantie, guys. Echt... Kijk, en het is super chill dus als een broekje, zeg maar, als het ware. Oh, en die rug. Oh my god, I love it. Dit is echt mijn fave. Ja, dit is echt mijn favoriet tot nu toe. Dit vind ik zo, zo leuk. De maat valt ook echt perfect. Maat 38 is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort maat M. Oh, dat vind ik zo leuk met die hakjes eronder. Ja, dit vind ik echt vet leuk. Oh, I love it. Helemaal verliefd. Helemaal verliefd. Omdat we toch in de jurkjes 5 zitten, heb ik hier nog een jurkje. Oh, ik neem twee dingen mee. Ik heb hier nog een jurkje. Deze is ook in het groen, maar deze is met blauw. Dit is een bloemenprintje. En als ik me goed kan herinneren, heeft deze dus ook een open rug. Heerlijk, lekker je titties los. Ja, oh. Oh ja, oh. Kijk, dit is wat je wil. Dit is hier van voor. Ontzettend schattig. En van achter loopt hij dus ook helemaal zo diep door. Ja, dit vind ik echt ontzettend leuk. Ik denk dat ik dit met zoveel plezier ga dragen op vakantie. Oh, ik kan niet wachten om deze aan te doen. Oh ja, dit is wat je wil. Het zit zo mooi en de kwaliteit voelt zo goed aan. En van achter is hij dus zo... Het staat best wel een soort wijd, zeg maar. Nou ja, op zich. Zo is het van achter. Het ziet er een beetje een soort wijd uit. Maar op zich voelt het wel gewoon stabiel aan. Ik heb niet het idee dat de bandjes heel erg afzakken of zo. Ik weet niet, ik vind het wel echt... Ja, dit vind ik zo leuk. Ik zou hier lekker flaneren over Sakintos met dit jurkje. Helemaal leuk. Jammer dat vandaag de zon niet schijnt. Ik ga naar het strand, als ik dit echt 100% zeker aangetrokken. Maar ik ben verliefd. I'm in love. Echt leuk. Hier kun je nog een leuk strikje maken. Ik vind de laatste ook helemaal van de kleur groen. Ik vind het zo een leuke kleur. Volgens mij is ook natuurlijk helemaal in, maar... Ik weet niet, ik vind het zo'n leuke kleur. Deze een beetje groen-blauwig dan, maar leuk met bloemetjes. Ja. Oké, dan bij de zomer kan natuurlijk geen bikini ontbreken. Ik heb dus een superleuke bikini gezien. Dit is niet compleet. Nee, ben ik zo dom. Heb ik nou letterlijk alleen een broekje besteld? Oh, hier heb ik helemaal niet naar gekeken. Oh, ik ben heel erg dom. Ik heb alleen een broekje besteld. Ik dacht dat het een hele bikini was. Maar ik heb dus alleen een broekje besteld. Oh, ik had wat dom. Dan maar alleen een broekje passen. Het was een superleuke tijgerprint. Maar ja, weet je, ik heb ook zoveel topjes. Zwarte, witte topjes wat je hierop kan combineren. Dus in principe maakt het niet heel veel uit. Het is wel een leuk high-waisted broekje. Ik hou echt van de high-waisted bikinis. Jammer dat ik niet het complete setje heb. Ik zat niet echt op te letten, denk ik. Oké, nou ja, ik ben eigenlijk super blij dat ik liever het broekje heb als het topje. Want ik vind het broekje echt zo leuk. Ik heb weinig dat broekjes eigenlijk echt heel goed zitten. Dus ik zou dit eigenlijk gewoon met een zwarte bandeau top combineren. Maar nee, ik vind het echt een super leuk broekje. Hij is lekker high-waisted. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Ja, dit zit echt top. Leuke bikini. Heerlijk. Love it. Ontzettend leuk. I love it.
Ik ga sowieso de vraag krijgen, hoe kan je zo bruin zijn? Maar ik ben gewoon echt heel snel bruin, jongens. Ik weet ook niet, ik heb echt geluk in mijn leven. Dan heb ik hier als laatste nog 3 pakketjes. En volgens mij zijn dit make-up producten. Ik zag dus dat Naked ook make-up producten had. Toen dacht ik, oh my god, I need to try this. Dus, let's open it up. Oh, dit is een zonnebril. Accessoires, make-up. Nou, in ieder geval, dit is een zonnebril. Ik heb echt een obsessie met zonnebrillen. Ik heb denk ik al 20 zonnebrillen. Het staat helemaal nergens op. Maar ik vond dit echt een fabulous vorm. Kijk, hij is echt zomaar een soort dik. Het is echt een soort, het komt eruit. Ja, en ik vind dit aan de zijkant Remake Celine heel erg leuk. Ik hou echt van deze brillen. Oh, hij is ook echt lekker stevig. Ik hou er echt niet van als zo'n bril zo vet los op je hoofd zit. Dat vind ik helemaal niks. Ja, I like it. Lekker diva, heerly. Superleuk. Ze hebben echt ontzettend leuke zonnebrillen trouwens. Echt heel veel keus van alles wat. Maar ik vond deze echt heel erg leuk. Het komt er echt zo uit. I like. Lekker echt zo'n groot bronstuk op je kop. Echt love it. Oké, dan hoort dit wel make-up te zijn. Oh ja, dit is een lippenbalsem. Ik ben echt verslaafd aan lippenbalsem in de zomer. Ik weet niet, ik zit de hele zomer door mijn lip altijd in te smeren. Ik vind gewoon chill. Ik krijg gewoon droge lippen van het weer. En ik weet het niet. En dit zag er echt uit als een super chille lippenbalsem. Dit is echt zo'n summer must have. Oh, dit ruikt lekker. Oh, wat ruikt dit lekker. Oh, dit voelt ook echt lekker aan. Echt een soort vaseline. Maar dan meer in een lipbalm. Oh ja, dit is top. Dit gaat sowieso de hele zomer in mijn tas zitten. Ik ben echt zo'n lippenbalsmeerder. Ja, ik vind het heerlijk. Goedgekeurd. En dan heb ik hier nog een make-up product. Oh, ik heb ook oorbellen. Oh ja, dit zijn zo schattige oorbellen. Dit zijn allemaal earcuffs. Maar oké, door. Dan heb ik hier een eyebrow gel. En een eyebrow gel. Ik heb dus mijn wenkbrauwen laten tatoeëren. Zeg maar van die powderbrows. En het enige wat ik in de zomer letterlijk opdoe is even een kammetje door die wenkbrauwen. En that's it. En dit heeft dus een kleurtje. En dat vind ik super chill. Want ja, in de zomer wil je natuurlijk gewoon geen make-up dragen. Want ja, je wilt natuurlijk zonnen. Maar als je wenkbrauwen gewoon even goed zitten, dan geeft dat al zo'n frissere look, zeg maar. En dit geeft dan net even die extra tint die je wil. Ik heb hem dus in een bruine kleur. Maar ja, ik heb het nu al op. Dus, maar ja, hier kan echt weinig fouten gaan. Maar ik vond dit ook echt zo'n must-have. Lekker kleine verpakking ook. Dat je lekker in je tas kan doen. Dan heb ik mijn lippenbalsem en mijn wenkbrauwengel. En dan ben ik helemaal ready voor zomer. Ik doe geen mascara op, want dan ga je zwemmen. En dan gaat het helemaal uitlopen. Dus hele leuke make-up producten voor zomer. En dan als laatste heb ik dus deze earcuffs. En ik ben echt obsessed met earcuffs. Ik vind ze zo leuk. Ik ben namelijk echt een scheidbak als het gaat om piercings en zo. Ik wil zo graag een piercing hier, maar ik durf het echt niet te zetten. Ik ben zo bang dat het pijn doet, dus ik durf het gewoon niet. Dan is de earcuff de uitvinding van het jaar. Ik heb echt super schattig. Oh, wat schattig. Kijk, jongens. Heel subtiel. Maar vet schattig. Ik ga er gewoon even eentje om doen. En deze zijn allemaal heel dun. Dus hier kan je echt opbouwen met meerdere. Dus dan ziet het er vet leuk uit. Oh, kijk. Oh, wat cute. Oh, mijn oor was er helemaal rood van. Maar oh, kijk hoe leuk dit is. Dit vind ik echt zo ontzettend schattig. Je kan ze ook iets groter maken hoor. Ik weet niet hoe strak ze zitten. Deze heeft dus ook nog een schattig hangertje. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Ik vond sowieso dat Naked echt veel leuke sieraden had. Ik heb echt van alles wat. Bikinis, topjes, jurkjes, broeken, topjes, schoenen, accessoires, make-up producten, oorbellen. Ik heb het allemaal. Nou, ik ben helemaal summer ready. Wil je dus iets bestellen bij Naked? Vergeet dus zeker niet de kortingscode Sarah voor 20 te gebruiken. Vergeet zeker niet een kijkje in de sale te nemen, want de kortingscode is dus toe te passen op de saleproduct, eigenlijk gewoon op de gehele website. Op alles kan je 20% korting krijgen. Dus check even de link in de beschrijving. En vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken als je wat wilt bestellen. Nou ja, dit was dus Naked Haul. Laten we doorgaan met de Chicel. Hier heb ik echt vet veel leuke topjes. Allemaal zomertopjes. Ik vind dat Chicel. Ze hebben niet echt heel veel broekers, maar ze hebben echt heel veel topjes. Allemaal leuke topjes. Dus daarvoor ben ik gegaan. Als je geldt, is ook weer de code SARA20. Dus vergeet het niet te gebruiken. Oké, het eerste topje dat ik bij Chicel zie is deze. Hoe
cute, how cute. Oh my god, dit is zo leuk. Ik heb in deze in de maat 36, dus in maat S. Bij topjes heb ik meestal een maat kleiner. Echt, dit wil je toch jongens. Het is zo ontzettend schattig. I love it. I love, love, love it. Ik ga even een legging aan doen. Ik heb nog steeds een bikini aan. En dan ga ik even alle topjes op deur oppassen. Oh my god. Take a moment for this. Dit is toch wat je wil. Ik vind dit zo schattig. Er zit hier dus ook echt een soort hard iets in. Dat het echt een soort recht naar beneden blijft staan. Ja, van achter zit hier dus nu zo. Ik heb een BH aan die een beetje groot is. Dus die onderuit ziet komen. Maar moet je eigenlijk even een andere BH onder doen. Of een strapless BH. Of helemaal geen BH. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ja, dit vind ik echt. Oh, dit vind ik echt te cute voor woorden. Ik vind het zo, zo leuk. Oh my god, ik denk gewoon nu al dat het mijn favoriet is. Zo ontzettend leuk. Dan heb ik hier een heel erg leuk bruin topje. Ik vind deze kleur bruin echt super leuk. Donkerbruin. Zie je ook veel voorbij komen. En dit is een nogal ingewikkeld topje. Even kijken. Ja, het is heel erg klein. Ik denk dat ik dit ook zonder BH aan doe. Erg leuk. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Het is echt heel kort, heel klein. Maar ja, ik vind het gewoon op zomervakantie of in de zomer. Ja, dan boeit het me eigenlijk allemaal ook zoveel niet. Vooral als je ergens op Griekenland bent in een eiland. Who cares hoe je eruit ziet, weet je? Maar laat hem even passen. Oké. Spannend. Heel spannend topje dit. Maar ja, hoe vet cute. Ja, ik zou dit niet zo snel naar Nederland, in Nederland aandoen. Maar gewoon lekker op vakantie, ja. Who cares, weet je? Je kan hem zo doen of een beetje off the shoulder. Ik kan hem hier dus aanknopen. Ik vind het echt vet schattig. Heerlijk, ja. Ik had per ongeluk al... Nee, niet. Ik had per ongeluk al het topje uitgedaan voordat ik het andere topje had laten zien. Maar het volgende dat ik hier heb is dit topje. Dit is een one size. Dus ik ben benieuwd hoe het zit. Dat was dan. En dit is een soort polo-achtig topje, crop top. Ja, ik vind dit echt heel leuk. Kijk hoe het eruit ziet. Het is echt wel een dikke stof, maar... Ja, ik vond dit zo ontzettend gaaf. Dus dit is lekker crop top. Ja, ik vind dit zo leuk. Het is echt een soort polo, netjes polo idee. Heel erg benieuwd. Ja, dit vind ik echt een ontzettend leuk ding. Kijk hoe leuk dit is. Dit is echt leuk op een spijkerbroek trouwens. Ik zou het niet zo snel op een legging doen, maar dit is zo leuk. Heerlijk crop top, lekker oversized, maar cropped. Ja, dit vind ik echt ontzettend leuk. Heel erg cute. Dit is een one size. Hij zit voor mij eigenlijk perfect. Hij is niet te klein, niet te groot. Eigenlijk helemaal top. Ja, ben je wat kleiner, dan zal hij waarschijnlijk wat over... Oh, is het nieuw? Heb ik een vlek op. Zal hij wat oversized vallen, maar... Oh, wat leuk. Dan heb ik hier eenzelfde soort idee top. Ook wat netter. Maar dan, ja, valt hij, zeg maar, een soort strak. Dus het is wel een crop top, maar deze is, zeg maar, heel wijd. En dit is echt wel een soort strak topje. Maar ik vond dat nette lookje of zo best wel een soort leuk. Vooral op een spijkerbroekje vind ik dat echt heel erg leuk. Dus ja, dit is ook een one size. Ik ben benieuwd hoe het zit. Nou, wederom ontzettend leuk. Deze zit dus cropped, strak aan je lichaam. Maar ik vind het echt een heel erg leuk steltje of zo. Dat nette polootje. En dan, ja, ik zou het niet op een legging doen natuurlijk, maar... Ja, heel erg leuk op spijkerbroek. Leuk voor de zomer. Als je toch wat netter wil, maar lekker korte mouw. Hartstikke leuk. Ik heb er eigenlijk heel weinig over te zeggen. Ik vind het allemaal tot nu toe echt super leuke topjes van Chanel. Dan heb ik hier een zwarte body. En deze is heel erg mooi met de kant. En ik vind dit altijd vet leuk te combineren met een jasje eroverheen. Dus van boven is het zo'n mooi body. Dit is een maat S. Zo, oeh. Gewoon een beetje aan de strakke kant voor mij. Nou ja, we gaan het zien. Heel erg classy, mooi short body. Oké, ja. Zoals ik al zei. Ik heb dus nu maat S. En het is echt veel te strak. Ik krijg bijna geen lucht. Mijn hele armen worden afgekneld. Ik weet echt niet waarom ik maat S heb genomen. Maar hoe kom je dit? Het is echt veel te strak. Waarom heb ik dit
gedaan. Hij is zo leuk. Kijk hoe leuk dit is. Met een jasje of iets overheen. Maar dit moet ik gewoon echt aan Bo of zo geven. Want dit is gewoon... Oeh, ik krijg bijna geen lucht. Ik heb mijn kupvlekken. Nou, dit moet ik echt nu uit. Ik heb het hier al zo heet. Maar echt super jammer. Hij is echt leuk, maar dit is gewoon echt een maat te klein. Voordat ik het volgende item heb laten zien... al dat topje uit gaan trekken, maar dat kwam nog echt geen lucht in had. Maar ik heb dus nu een jurkje aan, een wit jurkje. En dit is echt super schattig. Hij is heel erg lang, zoals je kan zien. Ik heb namelijk geen lange jurkjes. Ik heb het gewoon niet. En ik vond hij heel erg leuk in de maat M, denk ik. In het wit dus. Gewoon schattig voor op vakantie of in de zomer. Hartstikke cute. Ik vind het lang ook wel leuk. Dus wat leuk voor als je lekker een lange avond ergens gaat zitten. Ja, ik vind het echt heel erg schattig. Heel erg cute. Lekker. Ja, leuk stofje. Een soort ja, katoen stofje. Vond ik goed aan. Zit heerlijk. Leuke knoopjes. Ja, lekker. Beetje classy. Maar wel heel erg leuk. Ja, vet leuk. Dan heb ik hier de twee laatste items. En ja, ik heb deze broek al uitgepakt. Want ik wist niet wat het was. Maar dit is een zelfde soort top als ik bij... Naked had, maar dan in het zwart. En deze maat ziet er wat beter uit. Dit is gewoon precies eigenlijk het model wat ik bedoelde. Gewoon een strakkig zwart topje. En ik ga deze denk ik zonder BH aandoen. En daarbij heb ik een broek. Ik dacht, doe ik het meteen samen aan. En dit is een soort, ja, chill lounge broek. In het beige. Hij heeft ook wijde pijpen. En leuke streep aan de zijkant. Heel erg benieuwd hoe dit eigenlijk zit. Ik heb eigenlijk helemaal niet van dit soort broeken. Maar dit is echt vet leuk. Ja, voor de zomer als het wat kouder is. Heb je toch een beetje een soort luchtige broek aan. Dus heel erg benieuwd hoe dit zou staan. En ik denk ook echt dat het leuk staat met zo'n strak topje bovenop. Als eerste topje. Dit is eigenlijk ja, precies wat ik bedoelde. Super leuk topje. Dat het echt helemaal zo loopt. Daarom zou ik er geen BH onder doen. Maar... zit verder gewoon prima. En de broek ook echt heel erg aangenaam. Verrast leuk. Hij zit ontzettend lekker. Heerlijk lekker los. Hij is dus ook wijd aan de onderkant. Dat hij zomaar uitloopt. Dus dat vind ik vet leuk. Met die hakjes bijvoorbeeld eronder. En ja, dat vind ik ook echt leuk op elkaar staan. Ja, dat vind ik echt helemaal top. Helemaal mijn ding. Super leuk. De broek heb ik in maat M. En de topje heb ik in maat S. Dus... vet leuk. Ik zou dit ook echt gewoon het liefst vandaag gaan dragen. Want het zit heerlijk. Het zit echt top. Nou jongens, dan was dit hem alweer. Echt wat een item. Ze zijn er ontzettend veel. Ik zweet me gewoon dood. Van alles aan en uit te doen. Ik hoop dat je het een leuke shoplog vond. Ik hoop jullie ook een beetje ja, te kunnen geïnspireerd hebben. Voor leuke topjes, jurkjes. En zodat jullie helemaal summer ready zijn voor je vakantie. En gewoon voor de vakantie misschien in Nederland. Ja, ik ben echt ontzettend blij. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vond je het leuk? Vergeet dus zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Natuurlijk om mijn kanaal te abonneren en notificatiebel aan te zetten. En zo altijd op de hoogte blijven van een nieuwe video. En vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. Dat is @sarahvervoort. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!